Ik ben iemand, als ik een iets fout heb gezegd of een fout heb gemaakt ergens, ik ben niet goed om te zeggen, ik zeg sorry. DNA-lid Edward Belfort trekt zijn woorden terug. Onze nieuwsdienst berichtte dinsdag dat zijn collega Mahinder Joggi hem voor het gerecht daagt om rectificatie te eisen van door Belfort gedane uitspraken. Joggi zegt niet over 68.000 hectare, maar over 150 hectare grond in Saramaca te beschikken, die al in 1985 door zijn vader werd aangevraagd. En het is echt geen 69 of 68.000 hectare. Laat dat duidelijk zijn. Bovendien moet ik u ook zeggen dat dat een grove leugen is. En dat mensen hebben geprobeerd mijn goede naam en eer door de slijk te halen. En ik heb mijn advocaat Erwin Kanhai gevraagd om te bekijken welke de mogelijkheden zijn om stappen te ondernemen. Zeker tegen meneer Belfort, die deze uitlatingen heeft gedaan. En deze berichten zijn in de media verschenen, uitgezonden. Mensen hebben gehoord overal. Het is wereldkundig geworden. Dus gisteren heeft mijn advocaat via de deurwaarder, meneer Nikoop, een brief gestuurd naar meneer Belfort. Meneer Belfort was zelf thuis. Hij heeft geweigerd dat brief in ontvangst te nemen. Hij moet aantonen waar die 69.000 hectare is die Joggi heeft gehad. Hij moet dat aantonen. Toch? Of hij moet rectificeren en hij moet de schade betalen. Ik heb niet geverifieerd. Ik heb stukken daar gezien, getallen met nullen daarachter. Of het een komma of een punt was. Maar je zal beter weten toch hoeveel hij heeft. Toch? Want ik kreeg die stukken nogmaals van een van die protesterende mensen daar. En de cameramannen, de pers die daar zelf was, schrok. Even als ik. We schrokken allemaal van, hey, zo many. Een van die mannen zei, meneer Belfort, hou voor de camera. En ik wilde voor die camera. Want ik schrok zelf. Ik heb zelf in de vergadering, openbare vergadering in het Huis van het Volk, die stukken gebracht. En meneer Joggi was daar. Dus het bevreed mij dat hij de gang neemt naar de rechter. Althans, hij gaat naar de media. Terwijl in het Huis van het Volk waar ik dat ding ter berde bracht, meneer Joggi heeft daar niet ontkend. Belfort vindt het jammer dat Joggi naar de rechterlijke macht stapt voor zoiets kleins. Vooral omdat dit apparaat al zo overbelast is. Joggi had gewoon rechtstreeks contact met mij kunnen maken, zegt Belfort aan onze nieuwsdienst. 68.000 of wil 1000, ik corrigeer het. Hij zegt 150, ik heb niet kunnen natrekken. Maar in afgona rechter, meneer Joggi, mee, Tigri Barbay Takangayu. Trouwens, je bent beklad me ook toen naar media. Ik ben daar rechter voor de zaak. Ik ken de rechterlijke macht, zeer overbelast. Kleine, pietlullige dingen is niet voor de rechterlijke macht. Je gaat naar mama, ik kom niet wakker, kom je toch, ik sorry, toch, isabi toch. En ik hoor ook, hij zegt, heeft met een deurwaarderbrief. Ik kwam net aangereden. Net aangereden die maandag. Ik weet niet eens wat in die brief staat. Hij zegt, nou, ik kwam een briefje zomaar. Ik moet met mijn raadsman eerst in contact treden. Maar ik kan niet zomaar iets gaan nemen. Terwijl minister, dat naast aan dat. Zo eenvoudig ding. In plaats van duizenden hectare, 150. Belangrijk is, hij wil het accent verleggen. En dat moet niet verlegd worden. Overigens zegt Belfort deze zaak ook te hebben aangehaald op de assembleevergadering van 26 augustus. Maar dat Joggi het tijdens de vergadering ook niet heeft ontkend. Voor Belfort is het belangrijk dat tijdens de DNA-vergadering de conversiewet is geparkeerd. We kunnen geen grote lappen grond uitgeven aan enkelingen, dan heeft het volk zelf niets, besluit Belfort. Joggi legde onze redactie dinsdag uit hoe hij aan de grond komt in Saramaca. In 1985 heeft mijn vader dat aangevraagd. En het ging niet, het ging niet, het ging niet. En in 2010 heb ik het opnieuw aangevraagd. En toen zei mijn vader van Jere, mi Oruwa, dus kijken jullie wat jullie kunnen doen. Maar we hebben het terrein bewerkt. Joggi zegt nog steeds op te komen voor personen in het district die aanvragen hebben liggen en die nog steeds niet toegewezen hebben gekregen.